Michelle, ik ben studenten aan het ROC van Amsterdam en ik volg de opleiding Business Events en Hospitality. Ik loop stage bij DoubleTree Hotel in Amsterdam. Tijdens de opleiding leer je veel over marketing en communicatie. Daarnaast doe je ook een stukje marktonderzoek, zodat je echt weet wat de opdrachtgever van je verlangt. Het is belangrijk om bij een evenement goed te kunnen plannen, communiceren en te kunnen samenwerken. Maar het is ook heel belangrijk om strategisch te kunnen denken, zodat je een goed evenement op de markt kunt zetten en die ook kunt verkopen. Met hoeveel personen komt u? Oké, dan boek ik een zaal in voor u op 29 november. Het evenement staat er helemaal goed in, super gedaan. Nu vragen ze ook nog om een diner. Heb je bedacht waar je dat wil gaan houden? Ja, dat wilde ik eigenlijk boven in de Sky Lounge doen. Het is een hele uitdagende opleiding, omdat je hoogstaande events organiseert voor de zakelijke markt. De opleiding is uniek omdat we een intern organisatiebureau hebben. Daar werken we aan evenementen die we binnenkrijgen van echte opdrachtgevers. Dus de studenten kunnen meteen de theorie in praktijk brengen. Straks de bedrijfsborrel hierboven in de Sky Lounge. Het gaat nu echt gebeuren. Jullie zijn hier al weken mee bezig met de voorbereiding. En straks komt er een knallend feest. De markt voor business events, nou, dat groeit enorm. De vraag is onwijs groot, ook gewoon in het werkopzicht. Evenementen gaan steeds meer buiten locatie gedaan worden. Wat ik leuk vind aan het organiseren van zakelijke evenementen is dat ik een goed evenement heb neergezet waarbij mensen met een glimlach naar buiten lopen.